Goedemorgen, we zijn hier bij André de Haan en zijn zoon Rens. Ze zijn beide bezig een morris aan het restaureren. André, vertel eens wat over deze morris. Deze morris hebben wij in Nederland gevonden. Wij zijn altijd bezig geweest met klassieke automobielen. We zijn begonnen met een Fiat Topolino die we van de restaurateur van Evert Lauwman hebben gekocht. En daar zijn diverse andere auto's op gevolgd. Nu hebben we dus deze morris waarvan mijn zoon nu geïnteresseerd is om hem mee te helpen. En die gaan we samen restaureren. Nou, we hebben deze auto samen uit Nederland gehaald. En toen zijn wij meteen begonnen eigenlijk met strippen. En hij is helemaal kaal geweest. En we zijn ook daardoor naar Engeland toe gegaan. Daar hebben we het houtwerk en wat onderdelen gehaald. En wij zijn nu inmiddels met de fase zo bezig dat het nu afgewerkt wordt. Maar we gaan het niet spuiten, maar wij doen het met de verf, met de rol en de kwast. We zien hier het hart van de auto. Het huwelijk heeft al plaatsgevonden. Dit is een E-series BMC motor, 948cc met 46 pk. De motor zit helemaal vast, hebben we totaal uit elkaar gehad en helemaal gereviseerd. Hij rijdt weer als een nieuwe. Om het moderne verkeer aan te passen, hebben we ook voorzien van schijfremmen. We hebben de trommels verwijderd en Morris Marina schijfremmen erop gezet. De set past er zo op en wordt overal toegepast. Het stuur bijvoorbeeld was in zeer slechte staat. Hebben we helemaal schoongemaakt, gepolijst en alle reparaties met polyurethaan uitgevoerd. Later geschuurd, in de epoxyprimer gezet en opnieuw afgelakt. Het is weer in nieuw staat. Nou, dit is dus een kachelkast. En, de onderdelen die dus bij het demonteren, die heb ik dus schoongemaakt en zijn er weer als nieuw. Nou, we zijn hier in een garagebox, gewoon een normale box waar we met z'n twee bezig zijn met, met het restaureren inderdaad van de Morris Minor Traveller. En we hopen dat die in het voorjaar zover gereed is, als het houtwerk erop zit en is het een beetje afwerken. En een afspraak maken bij de RDW voor de keuring voor een kenteken. En dan kan hij de weg op. Nou, dat is mooi, André. Ik zou zeggen, de day is de eerste zondag van oktober volgend jaar. We zien jullie zeker bij de stad verschijnen, denk ik. Als er allemaal mee zit, dan zijn we aanwezig. Nou, perfect. Ja. Dank voor deze interview. En succes met het verven, zou ik zeggen. Graag gedaan. Graag gedaan, dank u wel.